Ja, wie kent hem niet? De Volkswagen T1. Wellicht heeft jouw vader er eentje gehad of je opa. En weet je wat nou grappig is? Ik zal eens even uitstappen. Weet je wat nou grappig is? Volkswagen heeft een model uitgebracht die is geïnspireerd op deze legendarische Volkswagen T1. Ook wel een beetje de stringbus, hè? Een vorm van een string, hoef ik niet uit te leggen. Dit is overigens een Samba-exemplaar, kost tegenwoordig misschien wel meer dan 100.000 euro. Maar zoals ik al zei, er komt een nieuwe versie aan. Of in ieder geval een auto die is geïnspireerd op deze T1. En die staat hier, of althans, ze staan hier overal. Maar we gaan vandaag rijden met de volledig elektrische Volkswagen ID Buzz. B-U-Z-Z. En in deze video ga ik je alles vertellen wat je moet weten over deze elektrische MPV van Volkswagen. Yes, en we zijn onderweg in de volledig elektrische Volkswagen ID Buzz. Wat mij betreft echt een van de leukste volledig elektrische auto's van dit moment. Sterker nog, er is voor deze auto helemaal geen concurrent te verzinnen. En sterker nog, er is ook geen andere autofabrikant die iets soortgelijks heeft geflikt. Dus een model van het verleden gepakt en die nieuw leven inblazen eigenlijk. Dat heeft Volkswagen gedaan met deze ID Buzz. Want we starten deze video natuurlijk al in een T1, de Transporter. Ja, de legendarische spijltjesbus van Volkswagen en deze ID Buzz, dat is eigenlijk de moderne reïncarnatie, de reïncarnatie van die T1. En wat mij betreft is die designwijs heel erg goed gelukt. Het motorenaanbod van deze auto is eigenlijk op dit moment heel erg overzichtelijk. Want Volkswagen levert op dit moment slechts één motorvariant. Het gaat om een elektromotor met 204 pk en een systeemkoppel van 310 Nm. Dat is goed voor een 0 tot 100 tijd in 10,2 seconden en een topsnelheid van 145 km per uur. Uiteraard komen er ook wel andere motorvarianten in de nabije toekomst, maar daarover wil Volkswagen nog niks kwijt. Puur omdat ze nog met de ontwikkeling van die auto's bezig zijn en ze nog een beetje willen kijken van oké, die variant brengen we wel en die niet. Dan zijn ze nu een beetje aan het ontdekken. Deze variant heeft in ieder geval altijd achterwielaandrijving en nee, hij heeft dus geen drift mode. Het is natuurlijk wel een familie MPV, zo moet je deze ID Buzz ook echt zien. Hoewel Volkswagen spreekt over een MPV met SUV-achtige eigenschappen. Nou, ik vind dat wel een beetje ver gezocht. Deze ID Buzz geeft mij echt wel een beetje het busgevoel. Ook het weggedrag, een beetje het hobbelige weggedrag van een bus, dat heeft deze ID Buzz ook. Totaal niet storend overigens. Want ja, deze auto rijdt heel erg comfortabel, gaat goed om met korte oneffenheden en is ook verrassend stil. Volkswagen heeft weinig geld bespaard op de geluidsisolatie. Ook in de wielkasten is voldoende geluidsisolatie aangebracht, waardoor het altijd aangenaam stil is aan boord. En ook als je een beetje stroom geeft, naar 204 pk, dan komt toch wel aardig wat gang in deze ID Buzz. En dat is bijzonder, want deze ID Buzz die weegt, schrik niet, bijna 2500 kilogram. Jawel, 2500 kilogram. Hij heeft daardoor ook vrij grote remschijven voor. En hij staat ook echt op best wel breed rubber. Voor 235, achter zelfs 265. Nou, dat is rubber wat je normaal ook op een Porsche 911 aantreft. Dus Volkswagen heeft wel moeite gedaan om toch wel om te kunnen gaan met dat gewicht. Of in ieder geval om dat gewicht een beetje te maskeren. Maar als je in deze auto gaat rijden, dus je rijdt hier gewoon op mooi asfalt of mooie bochtige weg, dan merk je eigenlijk niet zo heel erg veel van dat gewicht. Hoe komt dat? Nou, dat akkerpakket, dat ligt natuurlijk heel erg laag in de bodem van deze auto. Want deze ID Buzz is net als de ID3 en de ID4 en de ID5 en de ID6 die volgend jaar komt, gebaseerd op het zogeheten MEB-platform. En dat is het modulaire platform van Volkswagen voor volledig elektrische auto's. One pedal driving, je merkt het al, dat heeft hij ook. Overigens niet volledig tot stilstand. Dat doet hij tot 5 km per uur. En daarna moet je natuurlijk eventjes zelf afremmen om de auto volledig tot stilstand te krijgen. Maar even terug naar het MEB. Deze auto deelt dus ook zijn techniek en de accutechnologie met die andere ID-modellen. Volkswagen levert op dit moment vooralsnog één accuvariant, die van 82 kWh. Daarvan is 78 kWh
echt bruikbaar. En op papier komt de auto daarmee ongeveer 400 tot 425 kilometer ver. En sterker nog, tijdens deze testrit, we zijn in Kopenhagen, noteerden we zelfs de fabrieksopgave van 18,7 kWh op 100 kilometer. Moet je wel overigens goed je best doen, rustig rijden, ja, want anders komt er echt van dat gemiddelde stroomverbruik niks terecht. Opladen, dat kan met 11 kW tot en met 170 kW. En dan duurt opladen van 5% tot 80% ongeveer 30 minuten. Dat is wel een beetje een theorie, want bij een snellader laad je nooit altijd met 170 kW. Dus op een gegeven moment vlakt die laadcurve natuurlijk af. Maar ik moet zeggen, dat is best wel snel. En 170 kW is momenteel ook het snelste wat je binnen Volkswagen kunt krijgen. Ja, heel veel informatie, dus wellicht is het even tijd voor een korte pauze. Dus ik ga je nu wat meer vertellen over de bijzondere details van deze ID.Bus. Komt-ie. Ja, ik wil jullie graag ook wat meer vertellen over een aantal eigenschappen van deze Volkswagen ID.Bus. Want deze auto zit echt vol met leuke details. Het design natuurlijk, hè, dat is al helemaal geïnspireerd op die, zoals ik net al zei, de Volkswagen T1 van vroeger. Dus ook deze heeft dan een soort van string tussen aanhalingstekens. Maar ja, deze auto moet je echt wat mij betreft in een two-tone kleurstelling bestellen. Dan komt hij echt helemaal tot zijn recht, dan komt hij het best tot uiting. Zijkant, achterkant, ziet er ook heel erg mooi uit. ID.Bus aanduiding zie je hier ook staan natuurlijk. Ik zal hem eventjes openen. Hier zit de hendel, gaat automatisch open in dit geval, elektrisch. Duurt wel eventjes, je moet wel eventjes geduld hebben. En dan zie je meteen ook dat de bagageruimte uit twee delen bestaat. Althans, dit is een 5-zitter, maar je kunt hem ook als 7-zitter krijgen. Dan heb je hier gewoon stoelen. In dit geval heeft hij hier een soort van bagagerek. Is uitneembaar. Dit kun je omhoog klappen. En dan kun je hem hier middels schroeven losdraaien en eruit pakken. Maar ja, je kunt hem ook gewoon zo gebruiken. Dan heb je twee etages. Hier bijvoorbeeld voor het opbergen van wat laadkabels of laadbenodigdheden natuurlijk. En dan kun je hier netjes je boodschappen op kwijt. Wel leuk overigens, de auto zit echt vol met knipoogjes naar het design. Kijk, hier bijvoorbeeld een ID.Bus logootje. En ook aan deze kant een ID.Bus logootje. Nou, hier heb je het hendeltje voor de elektrische, of voor de trekhaak. Die komt dan elektrisch naar buiten. Kijk, daar komt hij. Deze auto mag 1000 kilogram geremd trekken. We stoppen hem er eventjes onder de achterbumper. Heb je hier nog een 12 volt output, zoals je ziet. En hier nog een haak om bijvoorbeeld een tas aan vast te hangen. Doen we hem er eventjes dicht. Knopje indrukken. En dan sluit hij weer automatisch. Gaan we eventjes naar de voorkant van deze auto. Deurtje open doen. En dit is dan het interieur van de Volkswagen ID.Buzz, B-U-Z-Z. Ja, eigenlijk heel erg herkenbaar als ID-model natuurlijk. De opzet van het dashboard kennen we bijvoorbeeld al van de ID.4, de ID.5, ID.3. Die hebben allemaal ook zo'n groot infotainment systeem centraal op het dashboard staan. En hier ook een kleiner display. Nou, 82% nog over, 359 kilometer range. Volkswagen die heeft ongeveer 400 tot 425 kilometer op. Maar als je een beetje rustig aanrijdt, dan moet je ook wel 440 kilometer kunnen halen. Uiteraard is het natuurlijk allemaal in theorie. Leuk hè, hier een pauze embleempje en hier een play knopje op het gaspedaal en op het rempedaal. Erg leuk gedaan. En wat ik dan ook weer heel erg grappig vind, hier van die afdekknopjes. Ik weet niet of je het goed kan zien. Kijk, dat is een smiley. Heeft Volkswagen dan wel weer leuk gedaan. Deze hendel die is ook interessant, want daarmee open je de klep voor. En dat is natuurlijk even een verrassing voor jullie wat daarachter zit. Ik zal hem even open doen. Kijk, en hier heb je dan toegang tot bijvoorbeeld het bijvullen van de ruitenwisselvloeistof. Toch wel een grappig gezicht zo, hè, met die klep naar voren. Doe hem eventjes dicht. Volkswagen heeft overigens zo min mogelijk sensoren echt voor in die bumper willen verwerken. De meeste sensoren zijn hier ondergebracht bij de voorruit. Dus stel je hebt een frontale aanrijding, dan is niet alles meteen kapot. Dat is natuurlijk een kostbare aangelegenheid om al die systemen te moeten vervangen. Hier zit overigens wel een frontcamera. En sowieso zijn die camera's wel handig om goed zicht rondom deze auto te krijgen. Want hij meet maar liefst 4,70 meter. 4,7 meter is hij lang. De wielbasis, dus de afstand tussen het voorwiel en het achterwiel, dat noemen we de wielbasis, die bedraagt bijna 3 meter. En dat resulteert wel in bijzonder veel interieurruimte.
Ja, die interieurruimte die heb je ook volop. Je hebt bijvoorbeeld ook een vlakke bodemvloer. Niet alleen hier voorin, maar ook achterin. Laat ik zo meteen nog eventjes zien. En je hebt echt bijzonder veel opbergruimte. Hier bijvoorbeeld van die aflegvakjes. Hou er wel rekening mee. Hier kun je bijvoorbeeld een sleutel in kwijt. Maar geef je een keer eventjes vol gas, vol stroom. Dan zullen die spulletjes er wel uitvliegen. Wel iets om rekening mee te houden. Nou, de deuren aan de zijkant die kun je middels deze knoppen openen. Mocht je dat willen. Hier heb je nog twee bekerhouders. Kun je ook wat spulletjes in kwijt. En heb je hier nog een element, een soort van ja, opbergbox. Zo kun je het een beetje zien. Die is overigens uitneembaar. Laat ik natuurlijk ook eventjes zien hoe dat moet. Ja, kijk, om dit element uit te nemen moet je deze knop indrukken. Even indrukken en dan kun je hem zo eruit pakken. Heb je hem dan niet nodig, dan heb je hier natuurlijk zeeën aan ruimte. Je kunt hem ook weer eenvoudig terugplaatsen. Eventjes een beetje passen en meten. Totdat hij een keer hapt. Ja, hij hapt. En dan staat hij weer mooi vast op zijn plek. Heb je hier eventueel ook nog wat ruimte. Kijk, ook weer een opbergvakje. Hier heb je nog wat opbergvakjes. En wat ik bijzonder heel erg fijn vind aan deze auto zijn natuurlijk die armsteunen. Niet alleen aan de rechter en linkerkant, maar ook aan deze kant. En ook aan die kant heb je gewoon een armsteun. Dus je hebt zeer comfortabele stoelen. Bovendien ook met verstelbare lendensteuning zoals je hier ook ziet. Dus die stoelen die zitten echt heel erg lekker. Je zit wel heel erg hoog moet ik zeggen hoor. Dus je hebt echt wel een beetje het busgevoel. Maar ja, deze auto heet dan natuurlijk ook wel de ID Bus. Dus het past er ook wel een beetje bij. Dan heb je hier ook nog wat opbergruimte of wat aflegruimte. En ook de deurvakken die zijn lekker ruim. Kunnen grote literflessen in. En zelfs hier kun je nog wat spulletjes in opbergen. Dus een opbergruimte, echt geen gebrek bij deze Volkswagen ID Bus. Openen we eventjes de schuifdeuren aan de zijkant. Die openen elektrisch. Zal ik eventjes mijn tas eruit pakken. En dan zul je ook zien dat je ook hier meer dan genoeg beenruimte hebt. Ja, zoals je ziet een mooie vlakke bodemvloer. En je hebt meer dan genoeg knieruimte en ook meer dan genoeg hoofdruimte. Dit exemplaar heeft overigens geen panoramadak. Maar je hebt dan wel weer van die handige opklaptafeltjes. Er zit hier een hendeltje. Moet je even indrukken. En dan heb je dus een beetje werkruimte. Kun je eventjes een Big Mac eten. Bijvoorbeeld als je door de McDrive gaat. Ja, deze stoel kun je natuurlijk ook netjes neerklappen. Kijk eens eventjes. Ook weer hier zo'n grappig logotje. Een verwijzing naar het design van de ID Buzz. Deze hendel eventjes naar voren halen en dan kun je deze gewoon mooi neerklappen en dan heb je eigenlijk gewoon een volledig vlakke laadvloer. Nou, het spreekt voor zich dat je echt gigantische voorwerpen kan vervoeren in deze Volkswagen ID Buzz. Ja, het infotainmentsysteem nog even in het kort, dat kennen we natuurlijk al van andere modellen. Je hebt hieronder wat sneltoetsen, bijvoorbeeld voor mode, assist, climate control en het parkeermenu, de automatische parkeerassistent, die heeft deze auto natuurlijk. Druk je op mode, dan kun je kiezen uit eco, comfort en in sport. Nou, in sport reageert hij net wat alerter en in eco ja, reageert hij wat minder alert op het gaspedaal. Dit zijn van die slijttoetsen om het volume te regelen en die slijttoetsen gelden dan ook natuurlijk voor het regelen van de verwarming aan boord. En uiteraard heeft dit systeem nog veel meer menu's. Nou, ik toon het er eventjes. Navigatie, voertuig, charging. Charging kun je bijvoorbeeld wat dingen regelen. De oplaadinstelling kun je daar regelen. Hier nog wat meer systemen, background, rijassistentiesystemen. Die heeft natuurlijk ook volop. Ik zal er eventjes op drukken. Druk even op deze knop en dan krijg je een heel overzicht van alle aanwezige rijhulpsystemen. Dat is even het infotainmentsysteem in een notendop. Aan het rijden in de Volkswagen ID Bus. En ik moet eerlijk toegeven, hoe langer ik in deze auto rij, hoe langer ik in deze ID Bus rij, hoe leuker ik hem ga vinden. En onderweg de ene duim naar de andere gaat omhoog. Iedereen vindt het design van deze auto echt geweldig. En ja, een groter compliment kun je Volkswagen ook niet geven. Dit is echt, ik noem het van de straks al eventjes, echt een van de leukste elektrische auto's. Althans om te zien van dit moment. Natuurlijk zijn er veel leuke rijdende elektrische auto's. Denk even aan een Kia EV6. Maar die is in geen enkel opzicht te vergelijken met deze ID Bus. Dit is een auto op zich.
nu al, wat mij betreft, een klassieker. Een elektrische auto die we nu al kunnen bestempelen als een toekomstige klassieker. Daar mag je overigens nu al wel flink voor in de buidel tasten. 69.990 euro kost die vanaf op geel kenteken. Dan heb je gewoon de personenwagenversie. Weet in ieder geval ook dat Volkswagen een ID. Buzz Cargo levert. Je wel een bedrijfswagenvariant. Die mag ongeveer 650 kilogram laadvermogen. Of die heeft ongeveer 650 kilogram laadvermogen. Ruimte genoeg voor twee pallets en ongeveer 3900 liter aan laadvolume. Maar die is dus echt wel een beetje bedoeld voor last mile delivery. Want 650 kilogram laadvermogen is natuurlijk niet superveel. Maar ik kan me zo voorstellen, bijvoorbeeld voor het afleveren van voedsel in binnensteden, is zo'n ID. Buzz Cargo best wel interessant. Maar ja, dit als personenwagenversie is natuurlijk wel de ultieme familieauto. Ook omdat je in de praktijk gewoon toch wel grotere afstanden kunt afleggen met die 78 kWh lithium-ion batterij. 400 kilometer, of in ieder geval meer dan 400 kilometer, moet heel erg goed haalbaar zijn. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van deze Volkswagen ID. Buzz vinden. Ik vind het echt een zeer toffe auto, dus laat in de reacties vooral eventjes weten wat jullie ervan vinden. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Duimpjes omhoog en dan zie ik je natuurlijk heel erg graag terug bij een volgende video van Autorij.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot snel. Hoi hoi!